Waarom maken wij allemaal vaak domme financiële keuzes? Dit is de Universiteit van Nederland. Jullie zullen wel denken, ik maak helemaal geen domme financiële keuzes. Dat doen anderen. Dus laat ik het eerst maar eens even bij mezelf houden. Ik ben zo'n jaar of 10 geleden terugverhuisd naar Nederland. En moest een huis kopen. Heel lang op zoek geweest met een makelaar. Goed laten adviseren. Uiteindelijk prachtig huis gevonden. En toen moest de hypotheek ook nog geregeld worden. Helemaal geen zin in. Ik ga naar zo'n financieel adviseur, ik krijg zo'n uitdraai en ik denk, jeetje, DSB, dat ziet er eigenlijk wel goed uit. Ik zat nog eens te kijken en ik dacht, nou prachtig hè, mooie maandlasten, hou ik nog lekker veel over om allemaal leuke dingen te doen. En ik laat het aan mijn vader zien en hij zegt van, ik zou het niet doen. Hij zegt, DSB, daar is iets mee. En u denkt u misschien, die vader van professor Cent is uber professor Cent. Maar die is, zoals hij zichzelf omschrijft, een simpele automatiseerder met gezond verstand. En die houdt ervan om dingen uit te zoeken. Die maakt dan Excel-sheetjes, die doet van die vergelijkingen op het internet. Die gaat niet naar één financieel adviseur, die gaat naar meerdere financieel adviseurs. En je noemt zo iemand als mijn vader een maximizer. Iemand zoals ik noem je een satisficer. Ik zie al twee dames die het begrip eerder hebben gehoord. Wat jullie misschien niet weten is dat 20% van ons is maximizer, 80% van ons is satisficer. We doen maar wat. We gebruiken vuistregels. Soms hebben we geluk als de vuistregel is doe wat je vader zegt en die vader heeft er verstand van. Soms hebben we pech als we niet de moeite hebben genomen om een goede hypotheek te vinden en we bij DSB eindigen. Hoe groot is dit probleem eigenlijk dat we zoveel satisficers hebben? Nou, de meeste van ons weten niet dat we satisficer zijn. Nederlanders denken bovengemiddeld vaak dat ze heel erg goed hun spaartegoeden en hun leningen hebben geregeld. Ze denken dat ze het beste van Europa zelf zijn. 94% van de Nederlanders denkt het huishoudboekje prima op orde te hebben. Toch is het zo dat 1 op de 2 huishoudens nog nooit een begroting heeft gemaakt. 2 op de 5 huishoudens loopt achter met betalingen. En 1 op de 5 huishoudens kampt met ernstige schulden. Waar gaat het dan mis? Er is een aantal verklaringen voor. We kijken bijvoorbeeld wel naar de baten, maar niet naar de lasten. Dus we kijken naar wat we met een lening kunnen kopen, maar niet wat onze maandelijkse betalingsverplichtingen vervolgens zijn. We kijken vooral naar het heden en kunnen niet goed inschatten hoe we er in de toekomst over zullen denken. Misschien kennen jullie wel het beroemde marshmallow-experiment. Daar zijn kinderen met een bordje in een kamer gezet waar 1 marshmallow op stond. En tegen die kinderen is gezegd, je moet een kwartiertje wachten. En als je de marshmallow niet aanraakt, krijg je er daarna nog eentje. Nou, wat gebeurde er met de twee meeste kindjes? 5 minuten hielden ze het nog wel vol, maar een kwartier echt niet. Voor het kwartier over was, was die marshmallow al opgegeten en konden ze fluiten naar de tweede marshmallow. Dus het heden vinden we belangrijker dan de toekomst. Met als gevolg dat bijvoorbeeld ZZP'ers en masse onvoldoende voor hun pensioen sparen. Van nou, dat komt later wel. We steken ook de kop in het zand. Wishful thinking. We denken het zal allemaal wel goed komen. Wie laat de belastingenveloppen graag nog een tijdje op de tafel liggen? Ik zie veel smiles. Ik ben er ook zo eentje.
We kunnen risico's ook helemaal niet goed overzien. We zijn heel erg slecht in het berekenen van kansen. En om dat te illustreren heb ik hier twee bakken. Ik heb één bak met 7 rode snoepjes van de 100. En ik heb een andere bak met 1 rood snoepje van de 10. En als jullie een rood snoepje trekken, dan krijg je van mij geld. Wie gaat er een rood snoepje uit de grote bak trekken, waar 7 snoepjes in zitten? Wie gaat er een snoepje trekken uit de laatste bak? Ja, jullie beginnen het toch een beetje te leren en daarmee gaat mijn experiment helemaal de mist in. Want doen we dit zonder dat u al zo'n prachtig college hebt gehad, dan kiezen de meeste mensen voor het bakje waar de winstkans 7% is. Want ze denken, ja, er zitten er wel 7 in. Heb ik 7 keer kans om een rood snoepje te pakken? En doen we het in een wetenschappelijk experiment, dan denken ze, ja, ik ga niet dat ene snoepje proberen te pakken, alhoewel hier de winstkans 10% is. Dat is de wetenschappelijke uitkomst. Ik ben blij om te zien dat jullie allemaal zo snel leren. Probleem is natuurlijk ook dat grote financiële beslissingen neem je niet zo vaak. Hoe vaak moet je nou een hypotheek regelen? Hoe vaak moet je nou je pensioen regelen? Dus je kunt eigenlijk ook niet leren van de fouten die je in het verleden hebt gemaakt. We kunnen ook niet omgaan met heel erg veel informatie. En dat ga ik graag uitleggen met deze prachtige, ik moet een beetje voorzichtig zijn, want vallen ze om. Deze prachtige piramide met jampotjes. We hebben aardbeienjam met pitjes, met stukjes, zelf gemaakt, met framboos, veganistisch, glutenvrij. Nou, als we zo'n display in een supermarkt neerzetten en we zetten er 7 neer, dan komen niet zo heel erg veel mensen proeven. Maar heel erg veel mensen kopen de jampotjes wel. Herhalen we een week later het experiment en zetten we er 24 neer, dan komen heel veel mensen proeven, maar niet zo heel veel mensen kopen jampotjes. Wat moet je nou met pitjes, stukjes, 110%? Wat is nou de beste? Dus meer informatie leidt tot keuzestress. Daar kunnen we niet mee omgaan. En tenslotte volgen we ook heel erg vaak de meute. Als een andere doet, dan zal het wel kloppen. Als iedereen boven de vraagprijs biedt in Amsterdam op huizen, dan zal dat wel zo horen. Ja, dat is een beetje de aanloop voor de crisis die we net achter de rug hebben. Waarom gaat het dan mis? Nou, er zijn allerlei interessante dingen in onze hersenen die gebeuren. Zo is het zo dat geld dezelfde hersendelen activeert als drugs. Dus je hebt een beetje en je wil meer, meer, meer. Onze hersenactiviteit neemt af in het bijzijn van iemand die we als expert ervaren. Dus ga ik naar een hypotheekadviseur, dan denk ik, mooie krijtstreep, ziet er slim uit. Ik hoef niet meer na te denken, die persoon zal wel voor mij nadenken. Dezelfde breingebieden die actief zijn bij het opwekken van emoties, zijn ook de breingebieden die betrokken zijn bij het berekenen van monetaire waardes en risico's. Als we ons goed voelen, onderschatten we risico's. Voelen we ons somber, zitten we in de stress, dan overschatten we risico's, schieten we in de kramp. We zijn heel goed in het achteraf rationaliseren. Dus vraag je mensen hoe ze een keuze hebben gemaakt, dan komt er een heel erg indrukwekkend verhaal. Kijk je naar wat er in de hersenen gebeurt, dan is het vaak het emotionele deel van de hersenen dat actief is. Ook het onderbewuste speelt een rol. Zie je in een experiment waarin 3 groepen een puzzel moesten oplossen. De eerste groep kreeg een kwartier, de tweede groep kreeg een uur en de derde groep kreeg een kwartier en werd vervolgens 3 kwartier afgeleid.
Welke groep denkt u dat het beste deed? Groep 1, groep 2 of groep 3? De meesten denken groep 2, want dan kun je lekker lang nadenken. Maar groep 3 blijkt het beter te doen in het experiment. Als je maar in je onderbewuste het kunt laten bezinken, dan kom je vaak tot betere beslissingen en betere oplossingen. In slechte economische tijden vermindert ook onze mogelijkheid om nieuwe informatie op te nemen en te verwerken. Dat is heel erg sneu, want als het al slecht gaat, gaat het daardoor nog slechter. Wat ook een beetje sneu is, is als je ouder wordt, vermindert je vermogen om te leren. Dus je bent eigenlijk soms wel te oud om te leren. Dan ben ik blij dat ik een jong publiek om mij heen heb, dus ik zie hier weinig gemopper over. Wacht maar af, jullie leven ook in het heden en zien nog niet wat er in de toekomst op jullie afkomt. Nou, voor marketeers is het natuurlijk smullen dat wij zo in elkaar steken. Die smeren ons een telefoonabonnement aan met een bepaald aantal belminuten, een bepaald aantal sms'jes, waarvan wij zeggen, ja, daar blijven we wel binnen. Maar waarvan zij al lang weten dat je daar ver overheen zult gaan. Wat kunnen we dan doen om het publiek te helpen? Wat kunnen we doen om te zorgen dat we betere financiële beslissingen nemen? Zou het dan een oplossing zijn om ons wat meer informatie te geven? Nou, daar heeft de Britse Financial Conduct Authority een proef mee gedaan. Het ging over mensen die konden een schadevergoeding claimen en bijna niemand deed dat. Die brieven die bleven ongeopend. Ze hebben meerdere brieven op meerdere wijze mensen benaderd. Met een envelop waarop stond belangrijk, reageer snel. Met een brief met opsommingen. Met een hele korte brief. Met een brief waarin staat, het kost maar 5 minuten om dit te doen. Met een brief met een handtekening van de CEO. En met een brief waarop stond reminder. Nou, wat denkt u dat het beste werkt? Wat het beste werkt, is de herinneringsbrief plus de opsommingstekens. Dat leidde tot een stijging van de response rate van maar liefst 12%. Bij vrouwen werken die opsommingstekens nog meer dan bij mannen. En vrouwen houden er helemaal niet van als de handtekening van de CEO eronder staat. Dat werkt helemaal niet. Bij mensen van middelbare leeftijd werkt het beste als het heel simpel en kort is. Want die zijn druk en die hebben weinig tijd om zich daarin te verdiepen. Dus meer informatie is niet noodzakelijk de oplossing. Het gaat ook om de manier waarop je de informatie presenteert. En je zou natuurlijk ons allemaal tegen onszelf in bescherming kunnen nemen door wat veilige terugvalopties te creëren. Door te zeggen, dit is een basishypotheek. Je kunt er geen buil aan vallen, gewoon standaard voorwaarden. Je mag er van afwijken, maar dit is de veilige optie. Dat is een manier om ons tegen onszelf in bescherming te nemen. En dat werkt vaak beter dan meer informatie en denken dat het allemaal wel goed komt. De overheid beweegt langzamerhand die kant op. Denkt toch nog steeds dat wij cool en calculerend zijn. Dat wij het leuk vinden om de beste ziektekostenverzekeraar uit te zoeken. Om de beste energiemaatschappij uit te zoeken. Om je beste telefoonabonnement uit te zoeken. En dat terwijl de meeste van ons toch satisficer zijn. De meeste van ons maken denkfouten. De meeste van ons doen gekke dingen in onze hersenen. Als het gaat om financiële beslissingen, worden niet wijzer van meer informatie. Reageren te sterk op negatieve informatie. En daarom is het zo dat heel veel van ons vaak domme financiële keuzes maken. In het volgende college wil ik het hebben over de vraag, waarom word je blij van een loterij als je toch nooit iets wint?